Deze aflevering van Haaglanden Voetbal Vandaag is mede mogelijk gemaakt door PJH Hoogwerkerverhuur, Total Green Europe, Uniqloop Westland Business Travel en Van der Valk Horti Systems. Hartelijk welkom bij Haaglanden Voetbal Vandaag. Met in deze editie. De zondagselectie van Westlandia op weg naar Malaga. Woensdagmiddag vertrok de zondagselectie van Westlandia naar Zuid-Spanje voor haar trainingskamp in Malaga. De ploeg van trainer Edwin Grunols verzamelde uiteraard op haar eigen sportpark. Ton Bijen kort in gesprek met de teammanager van Westlandia, Marco van Koert. Marco, vlak voor vertrek naar Malaga, alles er klaar voor? Ja, alles is klaar. Zoals je ziet staan de spelers hier al klaar. De jongens zitten allemaal in een presentatiepak klaar om te vertrekken, dus wij zijn er in principe klaar voor. Je zegt het al, spullen staan er klaar voor. Dat vraagt natuurlijk ook vooraf nog een stukje organisatie, want daar gaat nog wat mee. Dat klopt, ja. We moeten natuurlijk in principe de beschikking hebben over alle trainingsmaterialen. Het veld staat beschikbaar, maar we moeten zelf natuurlijk de ballen meenemen, de hesjes, de pionnen en medische spullen. En wij verdelen dat altijd over vier tassen. We hebben extra voetbalbagage. En meestal de nieuwelingen die worden verantwoordelijk gemaakt om het hele trainingskamp voor die spullen te zorgen. Zullen ze het leuk vinden? Ja, nou ja, het hoort erbij, dus ik ga niet de oudste dat laten doen. En ja, het is gewoon ja, een soort, nou het is geen traditie. Maar, ja, het is traditie geworden, ja. Goed, ja, omstandigheden hier in Nederland. Het is fris, het is koud, vooruitzichten zijn niet zo geweldig. Dat is dan lekker om naar Zuid-Spanje te gaan. Ja, dat is zeker lekker. We hebben al gekeken, het is natuurlijk een graad of 17, 18. En als je daar natuurlijk in het zonnetje zit uit de wind, daar zit je toch prima. Maar goed, er moet natuurlijk ook getraind worden. Goed, jullie zitten in een nieuw hotel, ook vlakbij de trainingsaccommodatie. Ja, we hebben, nu is het 500-600 meter lopen. Dus we hebben geen busvervoer daarvoor nodig. We gaan vanuit het hotel gaan we 's ochtends naar het trainingsveld toe, waar we ook zaterdag die twee wedstrijden spelen. De wedstrijd die gespeeld wordt is tegen? Deto 2, dat is komt geloof ik uit Frieseveen. En we spelen om 2:30 tegen Eemdijk, dat is een zaterdag hoofdklasse. Kortom, omstandigheden lijken weer fantastisch om er een uitstekende voorbereiding te gaan plegen daar in Malaga voor de tweede seizoen zelf. Want het gaat goed met Westlandia. Ja, het gaat uitstekend en willen we graag zo doorzetten. En vandaar ook dat we gisteren ook gewoon getraind hebben. En donderdag en vrijdag weer de normale trainingsarbeid oppakken, zaterdag wedstrijd. En dan komen we maandag terug en dan gaan we dinsdag weer toewerken naar de wedstrijd tegen Hercules komende zondag over een week. Goed, allereerst nu dadelijk vertrek naar de luchthaven in Rotterdam. Ja. Dat is ook lekker vlakbij. Dat is ook lekker vlakbij en dat is ideaal voor ons. Het is een half uurtje en het is daar relax inchecken. Dus ja, wij zijn er eigenlijk helemaal klaar voor. Rond 1 uur was het tijd om de bus in te gaan. En toen bleek waarom de selectie haar heil gaat zoeken in Spanje. Edwin, we zouden buiten bij de bus dat interviewtje doen, maar ja, jij vlucht ineens naar binnen toe. Ja, nee, het was even wat minder weer aan het worden daar. Dus daarom gaan we ook naar het buitenland. Ik wil dat zeggen, dat is de omstandigheden nu waar jullie naartoe gaan, maar gaan vele malen beter. Ja, nee, het is heerlijk weer. Ik hoor een heel mooi hotel, goede faciliteiten, dus top. Ja, jullie kennen het veld natuurlijk van vorig seizoen, prima kunstgrasveld. Ja, nee, zeg ik vast tijd top en wedstrijden weer goed geregeld door onze assistent Koert in dit verhaal. Dus ja, goed. Ik dacht dat Moert jouw assistent was, joh. Nee, Moert is echt mijn verlengstuk en daar heb ik bij deze ook veel aan te danken. Dus ja, nee, Moert is mijn linkerhand en als ik het niet meer weet vraag ik dan hem en dat doet hij goed. Ja, wat dat betreft is het niet toevallig dat jullie ook naast elkaar gaan zitten in de bus. Ja, ja, dat is zo. Dat doen we eigenlijk vanaf nu tot aan het einde van de week blijven we deze houden, zo deze stand. Je hebt er zin in, hè? Ja, we hebben er zeker zin in. Ja. Je weet wat nu wat er te wachten staat. En, ik hoop dat ik iets gezonder terugkom dan verleden jaar, maar verder weet ik dat het een mooie week gaat worden. Je hebt in ieder geval al een lekkere kleur. Ja, ja, nee, je schijnt veel zon in de nacht, ja. Okay, nou, heel veel plezier. Alsjeblieft, Ton.
Haaglanden Voetbal volgt verschillende clubs op haar trainingskampen in het buitenland. Ook de equipe van Haaglanden Voetbal staat er klaar voor. Rob, zin in een trainingskamp met Westlandia en jullie gaan ook Adel Den Haag bezoeken? Nou, dat sowieso alleen maar vanwege het weer, want dat is niet best hier. Hagel en natte sneeuw. En in Zuid-Spanje schijnt het een gaatje voor 18 te zijn, dus wat dat betreft heb ik daar heel veel zin in. En uiteraard twee leuke ploegen om te volgen. Fred, jullie gaan direct met vliegen weg. Heel veel wind. Vliegen voor jou geen probleem? Nee, vliegen voor mij geen probleem. En, ik ben een beetje ziekjes, dus ik kan daar even de warme temperaturen even aansterken op mijn gemakkie. En de omstandigheden ter plekke is nu voor een cameraman daar ook vele malen beter dan hier? Ja, dat ook. En het is 18 graden is lekker. Het hoeft ook geen 24 graden te zijn, want dan loopt het zweet weer van je voorhoofd. Dus ik vind het best zo. Oké, Rob, Westlandia volgen en uiteraard gaan jullie ook kijken bij de wedstrijd van Adel Den Haag tegen Mainz. Ja, ik denk dat het jong Adel Den Haag wordt tegen jong FC Mainz, want FSV Mainz speelt een dag later tegen Feyenoord. Dus daar zullen ze ongetwijfeld hun sterkste formatie aantreden. En Adel Den Haag heeft zoveel zieken. Nu, vandaag is ook weer bekend geworden dat de derde keeper, Rodi de Boer, ook ziek op bed ligt. Dus wat dat betreft heeft Petrovic geen keuze, maar goed. De mannen die in het veld gaan staan, die moeten het gaan doen. En of het wat wordt met Adel Den Haag, we zullen het mee gaan maken. Uiteraard is morgen heel bepalend, want dan volgt de uitspraak ten aanzien van het kort geding. Goed, nou, we gaan jullie volgen. Want als het goed is, dan krijgen we morgen vanuit Zuid-Spanje de eerste bijdrage. Beide veel succes en heel veel plezier daar. Dankjewel. Oké, bedankt. Tot zover het verslag van het vertrek van Westlandia. Morgen in dit programma wederom een verslag van Westlandia, maar dan vanuit Spanje. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen, want dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Deze aflevering van Haaglanden Voetbal Vandaag is mede mogelijk gemaakt door PJH Hoogwerkerverhuur, Total Green Europe, Uniqloop Westland Business Travel en Van der Valk Horti Systems.